Wat was de rol van de gemeente Enschede bij het afnemen van Joodse eigendommen in de Tweede Wereldoorlog? En wat is daarmee na de bevrijding eigenlijk gebeurd? Die vragen spelen een belangrijke rol in een onderzoek dat wordt begeleid door het NIOT, Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocidestudies. En waarvoor het college van Enschede geld ter beschikking wil stellen. We gaan erover praten met hoofdonderzoeker van het NIOT, Hinke Piersma. Hinke, goedemiddag. Goedemiddag. De rol van gemeenten tijdens en na de oorlog, die is volgens mij nog niet heel vaak belicht. Hè? Waarover zou het kunnen gaan in dit geval? Nou, het is eigenlijk begonnen in Amsterdam met een vondst van een archief wat ging over de gemeente Amsterdam die zeg maar belasting had geheven op nadat Joden terug waren gekeerd uit de kampen of uit de onderduik. Dat heeft heel veel ophef veroorzaakt. En dat heeft eigenlijk een hele beweging in gang gezet van gemeenten die zichzelf bevragen op hoe hebben wij eigenlijk gereageerd op de terugkeer van de Joodse overlevenden. Ja. En hoe werkt dan zoiets bijvoorbeeld in Enschede? Klopt de gemeente dan zelf bij het NIOT aan van zou je daar eens naar willen kijken bij ons? Er zijn heel veel gemeenten die graag dit soort onderzoek willen. En in dit geval is er inderdaad een gesprek geweest tussen de gemeente Enschede en het NIOT. Dat ben ik zelf in dit geval, omdat ik op dit dossier zit. Mm-hmm. Dus ik heb gesproken met de gemeente Enschede en gezegd wat wij zouden kunnen doen wanneer men zo'n onderzoek ambieerde. En als je kijkt naar Enschede, zijn er dan al ook soort van concrete aanwijzingen nu al dat dit soort innen van belastingen van Joden die ze tijdens de oorlog zelf niet hebben betaald alsnog werd gedaan na de tijd dat soort dingen zijn gebeurd? Of kunnen we daar nog niks van zeggen? Nou, daar kunnen we nog niks van zeggen, want het onderzoek moet natuurlijk nog gestart. Wat heel bijzonder is aan het onderzoek, en het geldt voor nog een aantal grote steden die dat hebben gedaan, is dat Enschede niet alleen een rapport wil op dit specifieke dossier. Dus hoe is het gegaan met belasting en hoe is het gegaan met het ontrechting en het kopen van vastgoed bijvoorbeeld. Maar dat de gemeente Enschede ook bereid is om eigenlijk dit hele thema in zijn context te bestuderen. Dat wil zeggen, we gaan eigenlijk kijken naar hoe was de Joodse gemeenschap voor de oorlog geïntegreerd in Enschede? Hoe ging het tijdens de oorlog en wat gebeurde er na terugkeer met de overlevenden? En dat is bijzonder dat de gemeente dat op die manier doet. Dat is bijzonder. Veel gemeenten die willen alleen een rapport op één specifiek thema. Maar Enschede wil een grootschaliger onderzoek. En dat is voor het NIOT wordt het dan interessant. Omdat wij eigenlijk niet. Je hebt er niet zoveel aan om eigenlijk één thema uit te lichten. Als je niet weet in wat voor samenleving, wat voor gemeenschap eigenlijk dit alles afspeelde. Dus andere voorbeelden van steden die dit ook hebben gedaan in Zwolle, dat loopt. En een onderzoek in Rotterdam. En dat is bijna afgerond. En met dit soort onderzoeken doe je eigenlijk twee dingen. Er is een maatschappelijke vraag. Wat heeft de gemeente destijds gedaan? En je leidt een jonge wetenschapper op. Namelijk door het mogelijk te maken om daar een promotieonderzoek van te maken. Ah, oké. Dus het onderzoek wordt onder jouw supervisie gedaan, maar door een PhD'er in dit geval. Ja, precies. Ja. En dat is natuurlijk een mooie combinatie. Want de onderzoeksbanen liggen niet voor het oprapen. En de wetenschap moet toch voort. Wat zou een mogelijk gevolg van zo'n onderzoek? Want dan weet Enschede dat. Hè? In welke context heeft dit plaatsgevonden? Wat heeft het met de Joodse gemeenschap gedaan? Wat is er eigenlijk gebeurd? Wat kan de gemeente daar dan mee? Of jullie? Nou, het verbreedt enorm de kennis waar het gaat om hoe lokale gemeenschappen zeg maar zich geprobeerd hebben te verweren tegen de Duitse bezetting. En wat we eigenlijk zien, omdat dit natuurlijk niet het eerste onderzoek is, is dat het verhaal van de Jodenvervolging dat daar toch wel dat Amsterdam, het Amsterdamse verhaal dominant is. Dus het levert ons eigenlijk veel meer kennis op, gelaagdere kennis over lokale gemeenschappen. Dus dat is zo. En verder kunnen we natuurlijk ook gewoon wel iets zeggen, hopen we, na dit onderzoek over, nou ja, in hoeverre de gemeente Enschede meende de regels strikt in acht te moeten nemen waar het ging om bijvoorbeeld belastingheffing.
Of dat ze er eigenlijk wel vrij soepel mee omgegaan hebben. En maar het levert ons ook iets op over wat voor gemeenschap het eigenlijk was. In hoeverre de Joodse gemeenschap geïntegreerd was in Enschede. Er zijn aanwijzingen dat dat zo was. Dus ja, het levert ons kennis op. En eigenlijk brengt het ons dichter bij de situatie destijds. Ja, ik begrijp ook dat in Rotterdam en Amsterdam deze onderzoeken hebben geleid tot terugbetalingen zelfs. Ja, in Amsterdam heeft het. In beide steden is dat het geval geweest. Op verschillende. In Amsterdam had het vooral te maken met boetes die na de oorlog zijn opgeheven over te laat betaalde erfpachtkanon, om het precies te zeggen. Hmm. En daar zijn gewoon dossiers van, die heb ik gezien. En daar kon je berekeningen op loslaten. En in Rotterdam is het rapport, ik dacht, er is 2020 verschenen. En daar zat het vooral, daar speelde erfpacht niet zo'n rol, maar daar had de gemeente. Zoals je weet is Rotterdam gebombardeerd. En die hele onteigening van de binnenstad en de verrekening van die kwestie, daar waren wel wat vraagtekens bij gesteld. Dus het is niet zo dat in elke stad precies hetzelfde probleem speelt, als je begrijpt. Het is heel erg afhankelijk van inderdaad wat ook de uitkomsten van zo'n onderzoek zijn en in welke context het in Enschede gebeurd is. Wat ik ook begrijp in Enschede, wat er ook interessant is hier, is de Twentse paradox. He, dus dat het onderzoek verder gaat dan alleen de rol van de gemeente zelf. Waar hebben we het dan over, die Twentse paradox? Nou, er is reden om aan te. Het is zo dat in Enschede relatief veel Joden de oorlog hebben overleefd. In verhouding tot de rest van het land een hoger percentage overlevenden. Vandaar die paradox. En dat zou te maken kunnen hebben met de opstelling van de Joodse Raad in Enschede. Ja, want dat is inderdaad iets wat ik weet. Dat hier op een of andere manier, dat er meer Joden hebben overleefd. En daar zijn natuurlijk al wel, volgens mij, wel wat gedachten over. Maar dat is dus nog nooit officieel echt onderzocht. Nou, er is een klein boekje over verschenen, dus een klein onderzoek. Maar wat wij eigenlijk, het onderzoek ook naar Joods verraden, dat gaat ook voort. Volgende week is er bijvoorbeeld een boekpresentatie over de Joods verraad. Er is onlangs een boek verschenen over de Amsterdamse Joods verraad. Waar we naar willen kijken is wat voor factoren daar dan een rol mee spelen. Heeft dat te maken met de integratie van de Joodse gemeenschap? Of komt het omdat de Joodse gemeenschap in Enschede gewoon kleiner was dan bijvoorbeeld in Amsterdam? Ik noem maar iets. Mm-hmm. Dus dat je toch nog preciezer wil kijken wat dan precies de relaties waren, de context waren waarin dat er meer mogelijk waren om die oorlog te overleven. Ja, onderduikmogelijkheden. Als je wat langer de tijd hebt om onderzoek te doen, dan kan je gewoon preciezer kijken. Tot slot dan, het lijkt me, het is 80 jaar na dato. Dus en heel veel mensen die daar direct bij waren, die zijn er al niet meer. Hoe werkt dat, zo'n onderzoek? Hoe ga je dan, waar begin je met zoeken en wat onderzoek je? Het is vooral heel veel meters in het archief. Ik noem het altijd sprokkelen, dus door heel veel verschillende. Je kan de Joodse gemeenschap in kaart brengen. Dus je legt database aan van wie woonde er, wie woonde naast wie woonde waar. Was het een eigen huis, was het een huurhuis? Dat is bijvoorbeeld al iets om mee te beginnen. Wat gebeurde er met die mensen? Nou, wij hebben natuurlijk veel archief, maar Enschede heeft ook archief. In Westerbork ligt archief. En je probeert toch. Er is een archief natuurlijk van de gemeente, er is de gemeentesecretarie. Dus het is vooral veel kilometers maken in het archief. Succes daarmee. En vooral dan aan de jonge wetenschapper die in dit geval dit promotieonderzoek zal doen. Ja. Leuk dat ik in de uitzending een en ander mocht komen uitleggen. Nou, dank voor de uitleg. En we zijn benieuwd ook naar de uitkomsten. Dus hou ons op de hoogte. Hinke Piersma, hoofdonderzoeker van het NIOT. Dank.